Yo mensen, voordat deze video begint, ik heb een nieuwe Discord. De link daarvan staat in de beschrijving. Ik zou zeker joinen, want hij wordt best wel nice. Het is gewoon een hele grote Discord, gaat het worden hopelijk. En ja, ik zou gewoon zeker joinen als je er nog niet in zit. Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het een beetje een andere soort video en ik moet echt stoppen met zeggen, want ik heb sommige video's teruggekeken en het is echt niet normaal. Maar in deze video ga ik mijn settings laten zien. Ik heb Bad Lion Client aan. En dan ga ik dus een beetje tegen een vriend van mij fight. Hij is momenteel gemute. Dus ik ga momenteel eerst even dit laten zien. Ik heb CPS, heb ik hier staan. Dat kan je aanpassen door op hier te drukken. Kan je slepen en shit. Ik heb particles aan. Ik heb chat coördinaten aan. Bossbar aan. CPS. Instant glint. Dus je armen geeft een soort van extra shine. Mijn FPS heb ik hier staan. Fulbright is ook al nice. Dus je scherm wat lichter. Keystrokes. Dat is dus gewoon. Ja, dan kunnen mensen zien wat voor knop je op dat moment indrukt. Particles, wat extra particles. Ping. Dat is ook wel nice om te zien. Kan je zien wat voor ping je hebt. En potion status. En dan heb je als het goed is ook nog waypoints. Maar die heb ik alleen aan als ik faction speel of wat dan ook. Dan gaan we ook nog naar mijn FOV. Mijn FOV is 71. En nou, dit is gewoon. Ik heb render distance gewoon op 8. Ik heb gewoon een prima PC. Dat is gewoon voor iedereen anders. Ik had eerst gewoon een shit laptop, dus dan stond alles echt gewoon op klein en zo. Maar ik speel nu gewoon op 8, dat is prima. Mijn controls heb ik 54 sensitivity. Nou, dit is bullshit, we komen uit. Nou, dit moet je gewoon allemaal zelf uitkiezen wat je nice vindt. Ik heb gewoon eigenlijk gewoon een standaard. Ik gebruik geen toggle sprint, dat vind ik niet fijn. Ja, dan ga ik ook een beetje wat PvP tips geven, wat ik doe in fights. Want ik ben wel wat beter geworden en ik heb ook wel veel dingen geleerd. Dus ik ga een vriend van mij even duellen in Build UHC. En dat doen we wel eventjes in Present. Let niet op zijn naam. Het is echt een rare naam. Oké. Dus eerst boog ik altijd even een paar keer. En die shots die raken vaak al goed. Gewoon prima aimen, dan raken de meeste wel. Nou, dan doe ik even altijd even een paar rots. Nou, ik W-tap dan een beetje, dan zit hij in die hoek. En ik ben nu redelijk low, maar ik weet dat hij lower is. En dan is hij dood. Dus dat doe ik maar vaak in Build UHC. Het was niet echt een lange fight, maar om het snel te enden is het wel handig. Wat ik in de volgende duel doe. Deze server is een beetje broken soms. Want ja, je moet uit combat zijn. Het is ook logisch, want het is een build waar met duels. Dus. Sumo. In sumo moet je gewoon vooral W tabben. Dus dat is naar voren. Bam, 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 bam. Oh, een ijzeren laf door. Dinges. Je hebt ook nog S-taps. Dan moet je eerst naar achteren en dan gaan. Maar dat vind ik wat moeilijker. W-taps die zijn voor mij gewoon prima. Wat je nog meer hebt op de Frisky Game server is no debuff. Dat is vaak wat langer. Gaan we in desert. Nou ja, dan pop het even op. Zo, deze map heb ik niet echt serieus gespeeld. Ik heb ook maar 1.7. In de vorige map heb ik 3 of zo. En dan had ik 2k kills. Oké. Nou, ik jitter gewoon keihard in zulke fights. Want mijn aim is prima. En mijn jitter is daarboven. En gewoon bij mijn hotbar zie je ook gewoon. Nou, is ongeveer 10 à 11 CPS. Nou, dat is prima. Nou, meteen gewoon, niet panicken. Gewoon zorgen dat je raakpot. En dan, gewoon je moet de andere kant op gaan waar die andere naartoe gaat. En dan, die pearl was niet zo slim. Nou, die W-taps, die gaan er nu aankomen. Dus dan hit ik hem, zeg maar. Zie je, dan heb ik weer zo'n extra hit. Dan hit ik hem naar achter toe. Nou, dan ga ik nu even beginnen te straven. Nou, gewoon pressure op hem zetten. Hij pearlde. Want hij panikt momenteel, denk ik. Hij gooit flink wat potions. Hij wel mijn skin. Oké. Nou, volgens mij ziet dit er heel goed uit voor ons. Zo. En dan kunnen we nu aggro. En dan hebben we hem. 24 pulls tegen 17. Super nice.
Ja, dat waren drie matches wat je hier hebt. Ik geef ondertussen een beetje tips onder mijn duels. Dus misschien kan je die ook toepassen. Gapple doen we niet, duurt veel te lang. Combo kunnen we wel doen. In de map Desert. Oké, bij combo is het gewoon, je moet gewoon zoveel mogelijk CPS halen. Dat kan. Je kan ook gewoon met 6 CPS, wat ik nu gewoon ga doen. Kijk, met 6 CPS, als je gewoon goed aimt, is er niks aan de hand. Gewoon een beetje W-tappen, zorgen dat die in die, erin blijft. En dat was gewoon eigenlijk 6 CPS de hele tijd. Nou, nu ga ik jitter klikken. Nou, dan heb je 10, 11 CPS op diegene. En dan ga ik nu butterfly klikken. Op sommige servers is het bannable. Maar de hoeveelheid CPS die op iemand komt, dat is best wel insane veel. Nou, dan turnen we een beetje. Je aim is er wel een beetje shaky door. Maar het is wel, je kan echt zieke hits mee doen zoals dit. Nou, gaan we nu even verder naar jitter, want dat doe ik altijd. Oké, dan moet ik nu zelf even gappen. Oké. Nou, dan ga ik nu even flink druk zetten. Gewoon ook hier W-tabben. Zelm is nu gebroken. Met een zieke damage. Zo. En hij is ook al dood. GG. Oké, mensen. Dan is het nu het laatste onderdeel. En dat is... Als het goed is dat Iron. Nou, die kan je heel makkelijk winnen. Ik heb Brievenbus daarmee ook uitgeschakeld. Puur met de boog. Maar ben benieuwd hoe ik deze game ga doen in Iron. 32 arrows heb je, dus je kan echt zieke bowspam doen. Eigenlijk vanaf het begin kan je al bijna shots raken. Zie ik, raken nu al 2. 3. Nou, hij heeft er nog geen 1 geraakt. Nou, ik denk dat hij ongeveer 5 AP damage al daarvan heeft. 4. Nou, dan gaan we nu gewoon meer hits pakken. W-tap. En hij is dood. En ik had iets nog van 9 HP. Oké, mensen. Dan gaan we nu naar mijn texture pack toe. Nou, dan gaan we een resource pack. Ik gebruik de Mizoid Private Pack. Ik zal de video daarvan wel eventjes in de beschrijving doen. En ik gebruik gewoon een gamma overlay. Moet je gewoon opzoeken. Gamma overlay full bright. Ik maak ook wel eventjes een download link van. Een Mediafire. En dan doe ik de pack er ook wel bij. Zodat jullie de texture pack ook hebben. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hadden. Vergeet dan zeker niet even een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.